Verkrachting is een enorme probleem in Suid-Afrika. Die politie statistieken wijzen meer dan 39.800 zaken van verkrachting is in 2016-2017 aangemeld. Maar volgens professor Christian Besuidenhout van Tux is die probleem veel erger. Met ons projecties en wat navorsing wijst is dat omtrent 40% van Suid-Afrikaanse vrouwen, iewers als je naar ons definitie van verkrachting kijkt, seksuele aanranding of verkrachting zal ervaren, 40%. En net 1 uit 4 van die dames rapporteer dit aan die politie. So 3 uit 4 van die statistieken wordt nooit gerapporteerd. Die oorgrote meerderheid van verkrachters komt skotvry daarvan af. En als je vat hoeveel van die oortreders eindelijk skuldig bevind word en geprocesseer en in die tronk opeindig, is het omtrent maar 14%. Soos 'n baie lae statistiek van oortreders wat gevang word. Dit blyk verkrachting is skokkend algemeen. Dit is 'n Afrikaanse studie waar daar 'n Afrikaanse steekproef getrek word. Met ander woorde, dis mans wat nie in die tronk sit nie of wat nie verkracht het nie. Dis die algemene ou wat werk toe gaan, wat in die kroeg sit, wat rugby toe gaan, studente. En hulle is gevra anoniem, het jy al verkracht? En uit daai, en wees ook nie akkuraat nie, want partij ons sal maar eerder stil bly, want hulle is bang, maar daar het 27.6% ouens gesê, hulle het al voorheen verkracht, voor die ouderdom van 20. Besuidenhout meen daar is een gebrek aan behoorlijke opgeleide speerders, wat die sake ondersoek, en die politie sal daadwerkelijk daaraan moet aandag gee. Gerard Pretorius, 1 Nuus, Pretoria.